Marloes van Maar is hier ook op de laatste dag van 2018. Moeten we die huid reinigen dit jaar nog of doen we dat pas volgend jaar? Ik denk dat het voor de meeste mensen volgend jaar wordt. Ik denk het, ja. Dat lijkt me ook verstandiger. En daarom dacht ik van, dit is ook wel een mooi onderwerp om dat vandaag even over te hebben. Ja. Want de meeste mensen, als ze te laat naar bed gaan, dan denken ze bij zichzelf van, nou, laat me zitten. Ik duik er zo wel in en ik zie het morgenochtend. Ik zie dat altijd in films, hè. Dan liggen vrouwen in vol ornaat. Ook als ze 's morgens wakker worden. Ja. Bij mij naast me wakker worden, dan zien ze er altijd heel anders uit. Ja, is dat zo? Vrouwen? Soms in vroegere tijden. toen niet. Maar goed, in principe is het gewoon belangrijk dat je je huid goed reinigt. Ja. Ja, ook voor mannen trouwens? Ook voor mannen, ja, voor iedereen. Maar mannen gebruiken geen make-up over het algemeen. Nee, maar tussen make-up en huidverzorging of wat dan ook, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Natuurlijk moet je je mascara eraf halen en je foundation. En dat gebruiken mannen meestal niet. Mm-hmm. Maar het is ook een keer zo, als je natuurlijk buiten loopt, dat je toch wel veel stoffen van buitenaf op je huid krijgt de hele dag. Ja. Dus gewoon met water en zeep? Nou, niet met water en zeep. Met water, dat droogt niet uit, met denk zeep. Ik. Hè? Ja, dat droogt heel erg uit. Dan, ja, je hebt een bepaalde pH-waarde zeg maar, in je huid zitten. En door zeep te gebruiken, droogt dat gewoon heel erg uit. Dus het mooiste is inderdaad om 2 keer per dag je huid te reinigen. Ja, heel veel zeggen ze van, ja, waarom moet ik dat 's morgens doen? Ja. Ik bedoel, ik ben niet vies. Maar het is een onderdeel van je verzorging. Je poetst ook 's morgens je tanden. Je gaat ook onder de douche. Echt waar? En in de avond, nou, ik inmiddels wel. Ik ook hoor. Maar in principe, in de avond. Of in de nacht is een huid redelijk actief. Die is heel goed in staat om bepaalde producten op te nemen. Dus vandaar dat het ook 's avonds natuurlijk goed is om je huid te verzorgen. Maar 's morgens ook, omdat het ook je huid heeft en je lichaam. Maar daar zit verschil in een nachtcreme en een dagcreme. Ja, er zit vaak verschil in. Maar dat is weer maar wat anders dan. Maar 24 dat is ook, was toch ook verzorging? Ja, zeker. Maar geen reiniging toch? Een crème? Dat is meer bescherming. Dat is meer een bescherming, maar het hoort wel bij je het ritueel. Verzorging. Dus eerst reinig je de huid en daarna. Eerst reinig je de huid. En vooral omdat je dat 's morgens moet doen. Omdat je huid ook 's avonds afvalstoffen uitscheidt, zeg maar. Ja. Dus, en dan legt je vet op je huid. En dat wil je ook eraf hebben. En alleen met water gaat het niet lukken. Want denk maar aan een vuile vaat. Als je alleen met water en je wilt dat schoon krijgen, gaat dat niet gebeuren. Dus je moet je gezicht met dreft eigenlijk doen. Ja, met een soort flinke tinnen erop. Maar in principe, ja. Kijk, als een huid heel gevoelig is, kan je zeggen, nou, ik pak een melk bijvoorbeeld. Ja. Er zitten bijna geen ingrediënten in die ervoor zorgen dat die zuurgraad aangetast wordt of je huidbarrière aangetast wordt. Heb je een huid die wat meer kan verdragen, kan je bijvoorbeeld een gel nemen. Die schuim je op met water en daarna haal je het er weer af. En een scrub? Een scrub is een peeling, hè? Oh ja, maar dat is toch ook om dode huidcellen van je gezicht af. Ja, maar als je het over reiniging hebt, dan kan je het over een gel hebben, over een foam bijvoorbeeld. Lotion? En de lotion komt daar achteraan. Nee, over een scrub. Een scrub je ook je gezicht? Meestal is dat onder de douche met de rest van je lichaam. Zeker. Je doet het heel vaak. Zou je een keer moeten proberen. Hij is niet zo vaak bij, hè, bij ons natuurlijk. Hè, nee, hij is niet zo vaak. Maar in principe kan je het onderverdelen in reiniger. Dus of in toners die je daarna gebruikt. Of een tonic of een lotion. En die is niet bedoeld om ervoor te zorgen dat je de rest van je reiniger eraf haalt. Maar meer om er weer voor te zorgen dat die pH-waarde weer op peil komt. Herstelt. Want herstelt. Mm. Omdat je met water reinigt. En in water zit vaak kalk en vaak chloor. En dat heeft weer invloed op je pH-waarde. Ja. Dus daarna gebruik je altijd een lotion. Nou, laat je goed adviseren door een schoonheidsspecialiste. Maar vaak is het ook wel in de regel zo, als jij een lotion gebruikt of een reiniger gebruikt, en daarna trekt die vreselijk op je gezicht, dan is die vaak wel wat agressief. Ja, dus dan moet je een andere. Als mensen bij mij komen en die gebruiken dan een reiniger, tonic, een serum, een oogcreme, een dagcreme, een nachtcreme, maakt niet uit. En er is vaak een reactie als eerste erop, kijk ik altijd vaak naar de reinigers. Ja, ja. Omdat dat vaak te agressief kan zijn. Maar is bijvoorbeeld de huid van een man is anders dan de huid van een vrouw? De huid van een man is anders. Ja, nou zie ik heel zelden eigenlijk speciale huidreiniging voor mannen. Ja. Het is vaak je moet wel kijken bij mannen die zich vaak of scheren. Hè, dat is dan toch vaak een soort aanval op die huid. Ja. En dan is vaak wel een reiniger zonder alcohol heel erg fijn. Kijk, vroeger had je inderdaad die aftershaves. Hè, die Old Spice. Maar goed, vaak zaten daar ook wel weer in andere dingen alcohol in. En dat prikt dan. Dat voelde je ook zeker als je dat aan deed. Dus dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Kijk, nee. En een peeling waar je het net over had, dat kan je dus bij wijze van spreken 1 keer in de week doen. Ja. Een reiniger en een peeling, ze zijn er allebei om te
ervoor te zorgen dat er werkstoffen die in je crème zitten of in je serum zitten, dat die beter worden opgenomen door je huid. Nou, dat is natuurlijk. Ik doe wel eens een peelingje, maar dan staat er altijd op de verpakking: niet op de huid rondom de ogen aanbrengen. Wat heb je dan voor de ogen nodig? In principe zijn er wel aparte oogpeelings. Echt? Ja, zeker. Waar je dus alleen maar je ogen mee. Ja, die zijn nog minder agressief natuurlijk. Ja, want dat is een heel gevoelig huidje. Ja. Vrij dun. Ja. Hè, en daar moet je voor oppassen. En soms willen de mensen ook wel eens een dagcreme, bijvoorbeeld met een moisturizer erin, om te zeggen hè, dat je huid wat meer dat vocht vasthoudt. En dan doen ze het ook lekker dik rondom die ogen. En dan worden ze de volgende ochtend wakker met hele dikke wallen. En dan, het is gewoon niet geschikt om dat op die huid te doen. Nee. Dus vandaar dat er ook aparte oogcremes zijn. Ja. Maar de start is eigenlijk wel het reinigen. Om ervoor te zorgen dat al die werkstoffen, of alle vitamines die in jouw crème zitten, hè, dat die geabsorbeerd worden. Die geabsorbeerd worden. Ja. En je had het net ook over nachtcremes en dagcremes. Vaak heb je ook nu 24-uurscremes. Vroeger, en nou ja, tegenwoordig ook nog wel, zit er in cremes een SPF-factor. Hè, om ervoor te zorgen dat het voor de zon. Ja. Maar ik ben altijd voorstander om een aparte SPF te pakken. Omdat je heel vaak die pot open en dicht doet. Of het potje. Hè, dus er komt heel veel zuurstof bij. En de kwaliteit van de crème wordt gewoon elke keer minder. Ja. Nou, ik denk dat we alles besproken hebben op het gebied van. Ik het ook. Ja. Nou, dan kunnen we het jaar gewoon lekker gezond, fris en vooral en fruitig. Want het is toch, je gaat veel mensen kussen en vergeet je handen niet. Want overal zit je aan, heel veel bacteriën. Dus sommige mensen zitten zo. Of we gaan vanavond iedereen kussen. Ja. En we hebben vanavond vuurwerk als verontreiniging. Dus ja, alsjeblieft. Ik ben altijd op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag ben ik altijd ziek. Dan hoef ik namelijk geen mensen te zoenen en handen te geven. Ik zeg, nee, dat zou ik niet doen, hoor. Dan krijg je het ook. Ja, maar dan mis je misschien ook wel weer wat. Nou, bij sommigen zeg ik dan dat ik mooi beter ben. Ja, dat ben je. Ja, goed, Marloes. Hey, dankjewel. Mooi uiteinde. Ja, jullie ook. Ga je dat nog beter beginnen? En we gaan elkaar volgend jaar weer zien, toch? Zeker. Leuk. Kijk maar uit.